Ik wist dat ze zouden komen, maar niet met zoveel. En we komen de mensen niet terecht, waar ze zich maar niet bewust maken. Goedemiddag, meneer Van Kempen. Meneer Kempen krijgt vanmiddag de brandweer op bezoek. Van de brandweer? Nee, er is geen brand. Nee, gelukkig niet. De brandweer komt vertellen hoe je de kans op brand kan verkleinen. Je ziet vooral dat heel veel mensen veel verlengsnoeren aan elkaar knopen. Omdat een oud huis, die heeft weinig stopcontacten. Dus mensen hebben een hoop apparaten die ze toch willen gebruiken. En dan zie je allemaal verlengsnoeren aan elkaar geknoopt worden. Dat is op zich wel een redelijk gevaarlijke situatie. Uit gegevens van de meldkamer blijkt er het vaakst brand te zijn in Krabhof, Wielwijk, de Kop van de Staart, Oud-Crispijn en hier in Nieuw-Crispijn. De komende 2 jaar worden daarom in die wijken in principe alle woningen bezocht. De prioriteit ligt er wel bij de portiekflats, omdat het gebleken is dat het toch wel een hogere prioriteit heeft voor ons, dat er regelmatig brand is. Meneer Kempen woont in een portiekflat en hij heeft al een rookmelder. In de hal. Maar hij hangt niet helemaal goed. Nou, niet helemaal goed. Hij zat schijnbaar iets laag voor hun doen. Als er rook ontstaat in de woning, dan verzamelt het zich over het algemeen bij het plafond. En als je dan een halve meter om het plafond zit, dat betekent dat je eerst die ruimte moet vullen met rook, totdat hij wat detecteert. En dan kan er al een forse brand zijn die zeker in portiekflats makkelijk overslaat naar andere woningen. Gelukkig krijg je niet alleen voorlichting, maar ook een gratis rookmelder die meteen wordt opgehangen op de juiste plek. Hij doet het. En als hij die net zoals die andere 1 keer per maand eventjes test. Ja. Het is zeker wel nuttig om bij mensen thuis te kijken dat het wel veilig is. Niet alleen voor de mensen zelf, maar ook voor de rest van de flat. Het is altijd nuttig natuurlijk. Kijk, je kan altijd dat ze aanwijzingen geven van dit is niet goed of dat is niet goed. Of dat keuren we af of zo. Maar ja, of iedereen de aanwijzingen ook opvolgt. Ja, de tijd zal het leren. Die mensen kunnen ook niet ineens stopcontact allemaal extra in de muren boren en zo. Bij meneer Kempen ziet alles er verder prima uit. Op naar het volgende adres.